De schriftlezing deze avond die vindt u in het Nieuwe Testament en wel in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8. Romeinen 8, dan lezen we daarvan de eerste 17 verzen, Romeinen 8, de verzen 1 tot en met 17. En daar lezen we dan het woord van God als volgt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft me vrijgemaakt van de wet der zonden en des doods. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Want dat kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, we zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien ge door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult ge leven. Want zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke we roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En indien we kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo we anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het is alweer even geleden. Toen kreeg ik van een paar jonge mensen de vraag. Dominee, zou u een keertje over het lijden willen preken? En toen heb ik gezegd, nou jongens, dat is goed, dat zou ik eens een keer doen. Alleen u weet natuurlijk wel hoe dat dan gaat vervolgens. Dan denk je als predikant, nou ja, dat doe ik nog wel eens een keer. Vervolgens vergeet je het, heel gewoon. En dan tenslotte, na verloop van tijd, dan schiet het je weer ineens te binnen met de nodige schrik. En dan ga je er maar een keer voor zitten om een preek dan te maken over het lijden. En weet u tot welke wonderbaarlijke ontdekking ik toen kwam? Allereerst dit, over het lijden wordt heel weinig gepreekt. En bovendien, en dan praat ik niet alleen over preken, maar over het lijden is eigenlijk ook heel weinig bekend.
Nou zult u zeggen, niet bekend wat lijden is. Ja, ieder mens komt toch regelmatig in aanraking met vormen van lijden. En we weten allemaal best wat lijden is. Ja, dat weten we zeker, maar de wijsheid van onze dagen, dan heb ik het over de moderne wetenschap, die kan hele eenvoudige vragen over het lijden nog steeds niet beantwoorden. Die zitten in hun maag met vragen zoals waar komt het lijden eigenlijk vandaan? En nog een eenvoudige vraag, hoe raak je het lijden weer kwijt? Nou, het is natuurlijk best te begrijpen waarom wij mensen ons niet zo erg graag gaan verdiepen in het lijden. Hè? Lijden, dat is geen plezierig onderwerp. Laten we maar eerlijk zijn. Als we het lijden op onze weg zien aankomen, nou ja, dan lopen we graag allemaal een straatje daarvoor om. En het liefst blijf je er voortdurend zo ver mogelijk bij vandaan. Maar dat valt nog niet zo mee, want er bestaat hier op deze wereld niet alleen maar zo in het algemeen gesproken lijden. Nee, dat lijden, dat uit zich op allerlei manieren, allerlei vormen, allerlei soorten van lijden zijn er. Denk aan lijden dat je kunt hebben vanwege gebrekken van alles en nog wat. Als een mens diep in de armoede zit. En dan denk je natuurlijk allereerst aan landen er ergens in Afrika en zo. Maar je kunt ook op een andere manier lijden. Door een persoonlijk verlies. Je man is overleden, je vrouw is overleden. En ja, dan ga je daarna toch wel gebukt onder een donkere wolk van smart en gemis. Je kunt ook honger en dorst lijden. Dat kom je vandaag de dag op diverse plaatsen op deze wereld volop tegen. Honger, dorst. Vierde vorm van lijden is pijn lijden. Als u niet weet wat dat is, ja, dat weet u natuurlijk wel. Maar je kunt het volop zien in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen. Een vijfde vorm van lijden is lijden onder de vervolgingen. Er zijn nog altijd volken en volkstammen die in onze tijd door de vervolging te lijden hebben. Ze dreigen zelfs erom uitgeroeid te worden. Een zesde die heeft schade geleden, gewoon in het praktische leven, zijn bedrijf afgebrand. En dan weet hij ook niet meer hoe het dan verder moet lijden. Een zevende vorm van lijden, dat is dat je moet lijden onder de verachting door je medemens. Dan kan het gebeuren dat al je dorpsgenoten of je stadsgenoten je mijden. Dan lopen alle mensen stevenkam in een boogje om je heen. Er is ook nog het straflijden. Dan zit je in de nor. Je hebt het een of andere zware vergrijp begaan. En nou moet u niet denken, ik heb zo wat voorbeelden genoemd, dat we daarmee uitputtend alle vormen van lijden te pakken zouden hebben. Nee, er bestaat ook nog, laat ik dat nog maar even noemen, psychisch lijden. Psychisch lijden. En naast psychisch lijden is er ook geestelijk lijden. Dat is niet hetzelfde als psychisch lijden. Geestelijk lijden, wat is dat? Dat is dat je met allerlei vragen worstelt op geestelijk terrein. Best mogelijk dat zulke mensen hier vanavond ook zullen zitten. Mensen die met vragen zitten zoals, bezit ik nou wel het echte geloof? Ken ik de Heere Jezus wel? Bedrieg ik me nou niet voor de eeuwigheid? Dat soort vragen. Daar kun je onder lijden. Al moet ik wel direct zeggen, als je worstelt met dit soort vragen, dan behoor je tot een groep in de kerk die steeds kleiner wordt. Want lijden, moeite hebben met dit soort geestelijke vragen,
De tendens is dat men zegt, wel nee, we bezitten toch het geloof. Dat doen we toch, gelovig. In ieder geval, u ziet wel, lijden, dat is een heel uitgebreid onderwerp. Waar ook nog eens een keer weinig aandacht voor is. Hoe weet ik dat? Nou, toen ik deze preek ging voorbereiden, en toen keek ik zo in mijn boekenkasten. En waar ga je dan eerst eens wat zoeken? Ik stuitte op een Bijbelse encyclopedie. Eens kijken wat die nou zegt over het lijden. Wat vond ik daar? Een uiterst kort stukje dat vol stond met weinigzeggende antwoorden op vragen die verder nooit door iemand gesteld worden. Dus blijkbaar waren de samenstellers van die encyclopedie het belang van heel wezenlijke vragen rondom het lijden vergeten. Of ze waren er misschien ook bewust voor weggelopen, dat kan ook. Nou ja, toen heb ik maar een gewone, dus een niet-christelijke encyclopedie gepakt. En wat vond ik daar nou? Het eerste wat ik vond was een hele korte omschrijving van wat je onder lijden zou moeten verstaan. Dus zeg maar, ze gaven daar een definitie over lijden. Wat is lijden? Dat is het ondergaan, zeiden ze, van smart en van ellende. En dan denk je, nou, dat kan wel aardig kloppen. En dan volgt er ook in die encyclopedie een opsomming van allerlei manieren hoe mensen met dat lijden omgaan. En dat is heel interessant op zich. En wat lees ik dan ook nog? Dat een boeddhist de weg kent om het lijden te beëindigen. Ja, dat is interessant, hè? Hoe is die weg dan? Nou, staat er, die weg verloopt in 5 achtereenvolgende stappen. En het begin van de eerste stap, dat is dan iets, ja, dan staat er een woord, dat bestaat uit 21 letters, maar dat is verder niet uit te spreken. En u begrijpt wel, voordat je dan eens een keer toe bent aan stap 8, ja, dan komt er nog heel wat kijken. Ik lees verder ook dat allerlei filosofen na veel nadenken het lijden hebben verklaard tot een van de grootste problemen van de mensheid. Maar veel verder zijn ze daarin dan ook nog niet gekomen. Ik lees ook dat de moderne mens erachter is dat het lijden eigenlijk geen zin heeft. Dat zegt die encyclopedie, een wereldse encyclopedie. Dus je moet dan maar zorgen dat het lijden zo snel mogelijk in je leven ophoudt. In ieder geval, je moet het zien te voorkomen. En als het niet meer te voorkomen is, nou ja, er zijn ook nog pijnstillers. Hoeveel zijn er niet tegenwoordig? In ieder geval, de mensen die moeten hoe dan ook, als het even kan, te vuur en te zwaard het lijden bestrijden. En als er aan het ernstige lijden helemaal tenslotte niet meer te ontkomen valt. Nou, stond er, dan moet je dan maar een eind aan je leven maken. Want dan komt er ook een eind aan je lijden. Nou, als ik dagelijks de kranten goed lees, dan is de moderne mens met dat laatste heel hard bezig. Beste vrienden, na het lezen van dit soort wijsheid voel je overigens wel behoorlijk in de kou staan. Want de grote vragen rondom het lijden blijven zo altijd nog wel onbeantwoord. Wat zijn die grote vragen? Wat is lijden? Waar komt het vandaan? Wat moet je ermee? Kijk, met dat soort vragen blijf je dan natuurlijk gewoon zitten en inderdaad, de moderne mens die blijft er ook gewoon mee zitten. Alleen de Bijbel, het woord van God, dat geeft nou juist heel duidelijke antwoorden op al die vragen die je kunt bedenken rondom het lijden.
Je moet zeggen, de Bijbel is er heel erg duidelijk over als het gaat over lijden. En als je het woord des Heren onderzoekt, dan kom je ook tot heel verrassende conclusies over dat lijden. Als u een voorbeeld alvast wil hebben van duidelijkheid dat de Bijbel geeft over het lijden. Ik vond in een preek van een van de oudvaders deze verklaring over wat lijden is. En die oudvader die had dat ergens uit de schrift opgedoken. Hij schreef, lijden, dat is dat je iets hebt wat je niet wilt. Of dat je iets wilt wat je niet hebt. Dat is wel aardig om te onthouden misschien. Nou, we gaan vanavond in de preek eens kijken naar wat de schrift zoal te zeggen heeft over het lijden. En de tekst voor de preek die vindt u dan in Romeinen 8. Maar dan net niet in het gedeelte dat we gelezen hebben. We hebben gelezen tot en met vers 17. Maar de tekst is het 18e vers waar de apostel schrijft. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik heb straks in de preek een aantal punten, 4 in totaal. Het eerste punt noem ik de oorsprong van het lijden. Tweede punt de verlossing van het lijden. Derde punt het leven van het lijden. En tenslotte de overwinning van het lijden. Maar gemeente zullen we straks na het amen aan het slot van de preek zingen uit Psalm 62. Daarvan het 5e vers in God is al mijn heil, mijn eer. 62 is dat. Het 5e vers en zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging. 62, het 5e vers zonder verdere aankondiging. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zo luidt de tekst en eerst een kleine opmerking die is nodig om misverstanden te voorkomen. Er staat aan het begin van de tekst dit, want ik houd het daarvoor. En dat zinnetje, dat kun je vandaag de dag heel makkelijk opvatten alsof er stond. Ik weet het weliswaar niet helemaal zeker. Maar ik schat het toch wel zo in, zo ongeveer, dat dat wel zou kloppen. Kijk, en dat is de bedoeling van die eerste woorden uit onze tekst bepaald niet. De bedoeling van deze woorden is heel eenvoudig. Ik ben er helemaal van overtuigd dat iets zo is. Dus enige twijfel, er is hier geen sprake van. En dat is het wat Paulus vervolgens zegt. Hij spreekt zekerheid. De hele tekst is dus een hele stellige bewering. Niet alleen van de apostel Paulus, nee, het is een vaste zekerheid van het woord van God zelf. Namelijk dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons, de kinderen God, zal geopenbaard worden. Dat brengt me dan bij het eerste punt vanavond en dat noemen we de oorsprong van het lijden. Waar komt het lijden nou toch vandaan? We hebben al gezien, dat is een vraag waar de wereld nog steeds geen duidelijk antwoord op weet te vinden. Op zijn best zegt de wereld het lijden. Ach, het zal gewoon bij het leven horen. Diezelfde conclusie hebben ze al getrokken toen het over de dood ging. Hoort gewoon bij het leven. En intussen weet de wereld met alle wetenschap die er tegenwoordig is met lijden en sterf helemaal geen raad. Waar komt het lijden dan wel vandaan? Nou, als je de Bijbel open doet, hoef je niet eens zo erg lang te zoeken en te lezen.
Je begint bij Genesis en in hoofdstuk 3 vind je het antwoord al dadelijk. Het lijden, zo in het algemeen gesproken, het lijden komt voort uit de zonde. Het lijden, ook de dood, is straf op de zonde. Toen Adam en Eva de wet van God hadden overtreden door van die verboden vrucht te eten, toen zei God tegen de vrouw: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart. De vrouw zou met smart kinderen baren. En de man? Nou, die zou met smart ook van de opbrengst van het land kunnen leven. Want hij zou in het zweet van zijn aanschijn zijn brood gaan eten. En dat was nog niet het enige gevolg van de zonde. Nee, de dood zou ook een keer komen. En als ik zeg de dood, ja, hebben we daar nou niet het centrum waar al dat andere lijden, al die vormen van lijden omheen cirkelen? Kijk wat er gebeurde toen de zondvloed kwam. Dan lees ik dat vanwege de boosheid van de mens, die was hemelhoog gestegen, dat de eerste wereld toen door God werd weggedaan, verdronken in het water. En het hoeft geen lang betoog, dat betekende natuurlijk volop lijden. En als je verder gaat lezen in de Bijbel, dan kom je steeds meer vormen van allerlei soorten lijden tegen. En al dat lijden, het is steeds terug te voeren op dat zondige tegen Gods geboden. U kent dat oude gezegde wel: waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Kijk, en op die manier trekt van oude tijden af het lijden een heel diep spoor door de geschiedenis van de mensheid heen. Abel, die werd door zijn broer Kaïn doodgeslagen. En de goddeloze Lamech, die bracht een heleboel lijden teweeg met zijn vele vechtpartijen. En Lot, die kwelde zijn ziel over de gruwelen die er in Sodom werden bedreven. Jacob, de aartsvader, die leed door de verkeerde handelwijze van zijn zonen. En Jozef, die moest lijden toen zijn broers hem hadden verkocht als slaaf naar Egypte. Job heeft zwaar geleden toen hij alles kwijtraakte, tot en met zijn kinderen en zijn gezondheid toe. En je zou die rij moeiteloos kunnen aanvullen met figuren, bekende figuren uit de Bijbel, zoals Mozes en David en Daniel, en ga zo nog maar door. Die hele geschiedenis van de mensheid is eigenlijk één lange lijdensgeschiedenis. Blijft dat lijden dan maar ononderbroken zo doorgaan, de ene eeuw na de andere eeuw? Dan zegt de Bijbel nee, en dat brengt me dan gelijk vanavond bij het tweede punt, de verlossing van het lijden. De verlossing van het lijden, ja, God zelf heeft gezorgd voor een verlosser. En dan weten we allemaal wel, dat is de Heer Jezus Christus, de enige echte zaligmaker, redder, verlosser. Die maakt een eind aan alle lijden. Dat heeft hij gedaan, dat gaat hij ook doen. Hoe doet de Heer dat? Nou, de lang beloofde heiland, die kwam als de lijdende knecht des Heren naar deze aarde. En we kennen denk ik allemaal het lijdensevangelie wel. Want het lijdensevangelie, ja, dat is het centrum van het hele evangelie. Het centrum van het evangelie is dat de Heer Jezus Christus de straf op de zonde gedragen heeft. De schuld heeft betaald door zijn bloedstorting. We hebben zelfs 4 evangeliën in totaal die het ons inscherpen dat de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En hoe bracht de Heer Jezus die zaligheid hier teweeg?
Mag ik het met de woorden ontleend aan de profetie van Jesaja zeggen? De heiland werd hier de man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. En hij heeft onze krankheden op zich genomen. Om onze overtredingen is hij verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik kan dat ook allemaal heel kort samenvatten. Namelijk zoals we dat straks ook gehoord hebben bij de 12 artikelen. Die geleden heeft. Christus heeft geleden. Tot in de helse Godverlatenheid. Hij heeft geleden tot in de dood. En de vraag is nou voor ons, zoeken wij daar nou ook het geneesmiddel tegen al ons lijden? Waarom stel ik die vraag? Omdat me toch wel eens een wat vreemd gevoel bekruipt. Namelijk dat het volgens veel mensen, veel christen in het evangelie van de heiland zou gaan om van alles en nog wat behalve om het lijden van de Heere Jezus Christus. Maar laten we nou wel eerlijk zijn. Dat lijden, dat sterven van de zaligmaker, dat is toch de enige hoop voor een verloren mens. Je leert de zaligmaker toch kennen aan de voet van het kruis. Nou, daar raak je ook de oorzaak van al je lijden. Daar raak je dat zware pak van je zonden en je schuld kwijt. Of heb u geen last van dat zware pak? Dat kan. Je hebt mensen die hebben alleen maar last van een stelletje ongemakken. Die dan stuk voor stuk wat te verhelpen zijn. Op de een of andere manier, soms een klein pilletje is genoeg, hè. Wat bedoel ik met een klein pilletje? Je hebt christenen die gebruiken het kleine pilletje van wat vromer worden. Of wat godsdienstiger worden. Of bijzonder rechtzinnig willen wezen. Of een heel ander pilletje, dat is veel gaan doen voor je naasten om hem te helpen. Of je gaat vaak lofzangen aanheffen ter ere van God. Als je dat nare gevoel wil kwijtraken dat er toch iets ontbreekt in je leven, dat je ergens aan lijdt, dan bestaat er eigenlijk ook binnen het christendom een hele medicijnkast vol met al dat soort labmiddelen. Maar vergeet u alsjeblieft niet alleen het bloed van Jezus Christus, dat reinigt je van alle zonden. En dat bloed van Christus, dat is alleen te vinden bij zijn kruis. Misschien dat u zegt, dominee, dat kruis. Ja, dat kruis van Christus, daar trekt mijn hart eigenlijk helemaal niet zo naartoe, hè. Nou, dat kan kloppen. Want dat was bij de discipelen toen de tijd al niet anders. Toen de Heer Jezus voor de eerste keer begon te spreken over zijn lijden en sterven. Toen begrepen die 12 discipelen er helemaal niks van. Ze reageerden er zelfs nog niet op. En toen tenslotte voor een vierde keer, ja voor een vierde keer, de Heere zijn lijden en zijn sterven aankondigde, toen was Petrus het zat. En die zei, Heere, dat zal u geenszins geschieden. Dus het lijden, het sterven van zijn meester, dat leek hem helemaal niet. En laten we ons nou maar niks wijs maken. Van nature lijkt dat ons ook helemaal niks. Het viel me op toen ik deze preek voorbereidde dat vandaag de dag veel opwekkingsliederen gezongen worden, maar bij veel opwekkingsliederen wordt er bijna nooit over het lijden gezongen. Opwekkingsliederen, kijk het maar eens na, het gaat altijd over de liefde, hè? En nog een keer over de liefde en vervolgens over de vrede en allerlei soorten geluk. En
Ja, dan heeft verder zo'n beetje wel gehad. Maar zoiets als wat je tegenkomt bij David in de psalmen, ja, daar kom je daar nauwelijks tegen in die opwekkingsliederen. Wat zong David dan? Bijvoorbeeld dit. Gena, o God, gena. Blijkbaar komt een godsdienstig mens tegenwoordig niet meer zo diep in de ellende te zitten. Klachten en smekingen. Ja, die zijn in de moderne liederenbundels van het christendom erg schaars geworden. En dan denk je, hoe zou dat nou toch komen? Nou, mag ik vanavond eens een poging wagen? Bent u aan uw zonden alles ontdekt? Want dan ga je het begrijpen dat de Christus moest lijden en zo tot zijn heerlijkheid moest ingaan. En niet op een andere manier. Misschien dat u zegt, ja, hoe komt de mens daar nou terecht? Bij die lijdende knecht des Heer, hoe kom je nou terecht, geestelijk gesproken, bij het kruis? Daar kom je alleen terecht als een mens eerlijk is gemaakt. Als je het afleert om alsmaar die schone schijn van toch wel ernstig zijn en gelovig zijn, om dat maar op te houden. Daar kom je bij uit als je weet dat je verloren bent. En die kennis over je verlorenheid, ja, die doe je op onder de zegening van Gods Heilige Geest. Als je in de spiegel leert kijken van Gods Heilige Wet. Misschien dat u zegt, dominee, die wet. De wet maakt toch nooit iemand zalig? We hebben toch het evangelie tegenwoordig. Ja, dat is zeker waar. Maar het evangelie zonder Gods wet heeft geen enkele kracht. Zo'n evangelie is ook helemaal geen evangelie meer. Moet u eens eventjes kijken in de wet. Wat heeft hij te zeggen? En dan hou ik het eenvoudig hoor. Er staat bijvoorbeeld in de wet: gij zult de Heere uw God lief hebben. Let u vooral op dat woordje zult. Gij zult, dat is niet een constatering, maar dat is een bevel. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Voelt u wat er van nature aan ons mensen schort? Nou, met al die nood en al dat gebrek, al die schuld, dan de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. Want als Hij je wast in zijn bloed, en dat ervaar je hoor. Want dat is maar niet dat je dan een of andere logische conclusie trekt over jezelf. Nee, dat ervaar je. Als Christus je wast in zijn bloed, dan ben je rein, dan ben je vrij. Dan zegt de Bijbel, dan ben je zalig, voor eeuwig zalig. U zult zeggen, ja, en ben je dan ook vrij van al het lijden en van alle ellende in dit leven? Ben je dan ook in dat opzicht verlost? Ben je elke vorm van lijden dan finaal te boven? Ja, dat wordt wel eens zo gedacht, hè. Er zijn mensen die denken, als je tot geloof komt in de Heere Jezus, dan heeft hij er eigenlijk nergens meer last van. Dan begint er een leven van louter gelukzaligheid. Dan kun je ook elke dag de Heere loven en prijzen. En dan bestaat het gros van je levensdagen uit hele mooie lofzangen. En die ga je dan zingen met een uiterst blij gezicht. Dat wordt wel eens gedacht. Alleen zo denkt de Bijbel niet. En zo denkt de Heere Jezus ook niet. En Paulus de apostel die denkt evenmin zo. Want wat zegt deze Paulus nou in onze tekst van vanavond? Want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat brengt me dan tegelijk bij het derde punt. Het leven van het lijden. Als Paulus als apostel in onze tekst spreekt over het lijden,
dan heeft hij het maar niet een beetje vaag over al het lijden her en der. Nee, dan bedoelt hij allereerst zijn eigen lijden, niet dat van een ander. En dat lijden, dat is maar niet wat wij dan zouden noemen het gewone dagelijkse lijden. Lijden van armoede of van ziekte of van kiespijn of zo. Maar dan ziet dat lijden vooral op de vervolgingen die Paulus meegemaakt heeft. En dat soort lijden... Ja, dat is Paulus maar niet per ongeluk overkomen. Wel nee, dat lijden dat was hem door de Heere Jezus voorzegd. Ik kan het nog sterker vertellen. Dat lijden was hem door de heiland beloofd. Toen Saulus van Tarse werd bekeerd voor die stadspoorten van Damascus... U weet, toen is hij vervolgens blind de stad binnengeleid. En na een tijdje gaf de Heer aan Ananias de opdracht om die blinde Paulus op te gaan zoeken. En wat zei de heiland toen tegen Ananias over die Paulus? Niet alleen dat die Paulus een uitverkoren vat was om de naam van de Heer Jezus... tot voor de heidenen, voor de koningen en de kinderen Israëls te dragen. Maar toen zei de Heere ook dat deze heiland Paulus zou tonen hoeveel hij lijden moest om de naam van de Heere Jezus. En er is Paulus in de loop van de komende jaren daarna heel goed achtergekomen. Hij schrijft er bijvoorbeeld uitvoerig over in de 2e Korinthebrief. Dan heeft de apostel het over verdrukkingen en benauwdheden en noden en slagen en gevangenissen en beroerte. En dan moet u niet denken dat dat allemaal een beetje overdreven is. Nee, want even verderop in diezelfde brief... Dan kom ik tegen dat Paulus schrijft dat hij door de Joden 40 slagen min 1 5 keer ontvangen heeft. 3 keer is hij met roede gegezeld. 1 keer gestenigd. 3 keer schipbreuk geleden. Bovendien heeft hij verkeerd in gevaren van rivieren, gevaren van moordenaars. Heeft honger en dorst geleden en zo kun je nog een poosje doorgaan. En hoe kwam dat allemaal nou zo? Dat deze Paulus zoveel heeft moeten lijden. Dat moest Paulus om der wille van de naam van de Heere Jezus Christus. Je kunt zeggen, Paulus heeft geleden door het evangelie. En je kunt ook zeggen, hij heeft geleden voor het evangelie. En daarin is deze Paulus echt niet de enige geweest... Petrus, om een ander voorbeeld te geven. Petrus, die spreekt ook in zijn brief over het lijden dat aan de broederschap volbracht wordt. En in dit verband moet u dan ook maar niet vergeten wat er staat in de brief aan de Hebreeën, dat bekende 11e hoofdstuk. Gods kinderen, zo staat er, die hebben niet alleen de muilen der leeuwen toegestopt... En bij dat voorbeeld ga je natuurlijk denken aan Daniel in de leeuwenkuil. Maar Gods kinderen hebben ook de kracht van het vuur uitgeblust. En daarbij kun je dan denken aan de vrienden van Daniel in de vurige oven. Door het geloof, zegt die schrijver van de Hebreeënbrief, zijn Gods kinderen de scherpte van het zwaard ontvloden... Maar dat wil nog niet zeggen dat de Heere altijd al zijn kinderen overal beveiligd heeft tegen het lijden. Nee. Nee, want wat schrijft de Hebreeënbrief schrijver verder? Ze hebben ook bespottingen en geeselingen geproefd, zijn in stukken gezaagd. Ze zijn verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld. Ze hebben in woestijnen rondgezworven, in spelonken en holen der aarde hebben ze zich moeten verstoppen. En hoe kwam dat nou allemaal zo?
dat lijden dat kwam door de vijandschap van de wereld. En dat gebeurde niet alleen maar in de dagen van het Nieuwe Testament. Ook in de tijd van het Oude Testament kom je datzelfde lijden ook al tegen. Als ik een voorbeeld mag geven, denk dan maar even aan Mozes. Hè. Mozes die bracht het in zijn jonge jaren hier op aarde eerst van een zoon van een slaaf tot de zoon van de dochter van de farao van Egypte. Dus in plaats dat hij bestemd was als voedsel voor de krokodillen, werd hij een prins in een groot paleis. En dat betekende een geweldige verandering. Dat werd een leven vol van pracht en praal. Dat lag er voor hem, want volgens nogal wat uitleggers had die toenmalige farao van Egypte maar één kind. En dat was die dochter. En die dochter die had zelf geen kinderen. Maar alleen een aangenomen zoon, Mozes. Dus op termijn zou Mozes, zeg maar, wereldheerser zijn geworden. Maar wat doet nou die Mozes als die gaat verstaan dat hij ondanks al zijn welvaart en rijkdom toch tot dat verachte volk van God behoort? Dan slaat hij een Egyptenaar dood om een volksgenoot van hem te helpen. Alleen, dat gebeurt niet ongezien. Er is een ander Israëliet, die is er getuige van geweest. Het resultaat van alles. De vlucht van Mozes naar de woestijn van Midian. En dan wordt hij dan schaapherder op die kale grond. Nou, dat is toch een hele afgang waar, of niet? Want daar heeft Mozes het gebracht van prins tot woestijnbewoner. En waarom is dat zo gebeurd? Omdat hij voor dat slavenvolk van God en voor de God van dat slavenvolk had leren kiezen. En de wereld zegt dan dat is een geweldig domme keuze. Want wie kiest er nou toch voor een stelletje armoedzaaiers? Wie kiest er nou voor een volk van wie al de pasgeboren jongetjes in de Nijl verdronken moeten worden? Een volk bestaande uit een groot aantal analfabeten die onderling zo nodig ook nog eens flink ruzie weten te maken. Wat voor een toekomst staat je te wachten? Als je partij gaat kiezen voor slaven die veracht worden, die verdrukking kennen, die honger lijden, dorst moeten lijden, die dagelijks afgebeuld worden, kortom, die alle vormen van het lijden wel kennen. Als je voor zulk soort lui kiest, dan ziet je toekomst er toch even ellendig uit. Jazeker. En toch maakte Mozes die onlogische keuze. Een onlogische keuze. Zoals later ook Rut die maakte. Die koos de weg uit Moab naar Bethlehem en Israël. En dat was geen voordeel. Armoe. En denk nou niet, dat waren dan zeker mensen met een wat remonstrantse inslag, hè, want zij kozen een weg van de Heere. Nee, al die mensen die kozen die weg omdat de Heere voor hen gekozen had. Maar je moet wel zeggen, die keuze die bracht wel een heleboel narigheid en gebrek en ellende met zich mee. Want Mozes kwam erdoor in de woestijn terecht. En tenslotte werd hij de leidsman van een hardnekkig volk. En Rut die kwam als een berooide in Bethlehem terecht en daar ging ze aren verzamelen op de velden rondom die stad. En als ik de lijn nog een beetje verder mag doortrekken, de martelaren in de dagen van de kerkhervorming, die kwamen door dit soort keuzes op de brandstapel terecht en ze kwamen aan de galg te hangen. En nog altijd zie je dit gebeuren. Godvrezende mensen worden hoe dan ook altijd in een hoek geduwd, erin gedreven.
wordt een beetje lacherig over gedaan. Die mensen zijn dom en achterlijk en ze snappen helemaal niks. En ja, zo wordt er wat om ze gegrinnikt. En er wordt dan met zekere geleerdheid gezegd, zijn wat bekrompen lieden. En ondertussen wordt er ook flink tegen ze geschopt. De kinderen Gods ondervonden en ondervinden altijd ellende. En hoe moeten ze nou van die narigheid afkomen? Ja, hoe moet je nou toch van het lijden afkomen? Als we die vraag stellen, beste vrienden, dan zegt Paulus vanavond tegen ons, wacht nou even. Wacht nou even. Dat lijden, daar moet je helemaal niet van afkomen. Daar moet je helemaal niet van afkomen. Waarom niet, Paulus? Nou, zegt deze apostel, als het hoofd van de kerk, de Heere Jezus Christus, als hij nou geleden heeft, maar dan zullen de leden van zijn lichaam toch niet ontkomen aan dat lijden. En dat heeft de Heer toch ook duidelijk gezegd, meteen al tegen zijn discipelen. Ze moesten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. En Petrus de apostel die vult dat in een van zijn brieven dan nog wat aan met duidelijk te zeggen, wij zijn tot lijden geroepen. En de kerk van alle eeuwen die weet het wel. Zonder kruis geen kroon. Mag ik beste vrienden eens vragen, is dat nou ook uw, is dat nou ook jouw ervaring geworden? Hoe ervaren wij eigenlijk ons lijden? Ja, als je die vraag zo gaat stellen in een pastoraal gesprek, dan zegt de een, nou ik probeer al die ongemakken en tegenslagen zo goed mogelijk te dragen. Want het is helemaal niet anders. Nee, het is helemaal niet anders. Weet u dat de heidenen van ouds ook zo dachten? Lijden, zeiden ze, ach, dat is nou eenmaal mijn lot. Daar doe je verder niks aan. Er zijn sommige heidenen in de oudheid al geweest die er duidelijk voor hebben gepleit dat je het lijden uiterst gelaten moest ondergaan. Waarom? Dan had je er het minste last van. Dus als je aan het lijden gaat, dan moet je niet gaan zuchten en niet gaan roepen en niet gaan bidden en smeken. Zoals je dat bijvoorbeeld wel in de psalmen tegenkomt. Nee, zeiden die heidenen, dat is helemaal verkeerd. Innerlijk moet je zoveel mogelijk afstand nemen van alle tegenslag. Dat moet je innerlijk doen, dus dat is voor een ander ook onzichtbaar. En dan moet je ondertussen maar een wat vrolijker gezicht zetten. En voor de rest gewoon maar doorleven. Hè? Alleen, zo praat hier in onze tekst Paulus niet. Hij mag de zwaarste slagen en noden en zorgen heel anders ondergaan. Heel anders, heel anders. U zult zeggen, hoe dan? Nou, dat brengt me vanavond bij ons vierde punt, de overwinning van het lijden. Weet u wat er gebeurt? Als je door het geloof de zekerheid mag krijgen dat al je zonden vergeven zijn door het offer van de Heere Jezus Christus, dan mag je weten dat de Heere ook voor eeuwig jouw zaligmaker zal zijn. En dat je straks na dit leven bij hem zult wonen. Dus dat je eenmaal zijn heerlijkheid zult binnengaan. En dat betekent onder andere volgens de schrift dat je na je dood juichen zult voor zijn troon. Nou, dat is allemaal prachtig, nietwaar? Maar weet u wat een kind van God daar in dit leven, hier en nu, al van merkt? Ja, zult u zeggen. Dat is nog niet zoveel, hè? Want die zaligheid en die heerlijkheid en dat juichen voor Gods troon, dat is allemaal natuurlijk nog toekomstmuziek. Nee,
Nee. Wie gerechtvaardigd wordt door het bloed van het Lam Gods, die zal er hier en nu ook al het nodige van merken. Wat dan? Nou, het allervoornaamste is wel dat er dan vrede is gekomen met God en vreugde mag zijn in de Heer. Als je echt bekeerd wordt, dan wordt namelijk je schuld vergeven. Daar zingen we van in Psalm 32, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Waarom wel gelukzalig? Omdat er dan eindelijk rust komt in je hart, rust. Zeg maar, de oorlog met de Heere is dan voorbij. Dan is er gekomen een vrede die alle verstand te boven gaat. En die vrede die is zo buitengewoon groot, er is eigenlijk niks wat groter is dan dat. Want de bitterheid van Gods toren die bestaat dan voor jou niet meer. Er is namelijk geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus is. En dat is zo'n radicale verandering, zo'n geweldige omwenteling, zo'n enorme verlichting. Er is eigenlijk niks te bedenken wat daartegen opweegt. De vergeving van je zonde door het bloed van de Heere Jezus. Dat is eigenlijk niet anders, dat is niet minder dan dat je hier al begint binnen te treden in de heerlijkheid van God. En die heerlijkheid van God, die weegt veel en veel zwaarder dan alle ellende en lijden bij elkaar. Die heerlijkheid van God. U weet toch wat de heerlijkheid van God is, hè? Daar spreekt de Bijbel genoeg over. De heerlijkheid van God. Je komt hem bijvoorbeeld tegen bij de reis van de kinderen Israëls uit Egypte naar Kanaan. In de woestijn zitten ze dan. Dan daalt daar in de vorm van een lichtende wolk op sommige momenten de heerlijkheid des Heren neer op de tabernakel. Het wordt duidelijk uit verband, die heerlijkheid des Heren, dat is een enorme lichtglans geweest. Een mens kon dat licht nauwelijks verdragen. Toen Mozes een keer in de nabijheid van die heerlijkheid des Heren was geweest, toen glansde zijn gezicht. En dat was zo erg dat de Israëlieten Mozes niet meer gewoon konden aankijken, recht in zijn gezicht. En Mozes heeft toen zijn gelaat voor een poos moeten bedekken, want anders was het voor de mensen iets vreselijks. De heerlijkheid des Heren. Dat is dus de schittering, de glans, de majesteit van de Heren. En ja, die heerlijkheid die is nu in de hemel. Maar door het geloof weet een kind van God toch nu al dat die heerlijkheid op hem wacht. Dus dat diezelfde heerlijkheid zijn deel zal worden. Voor alle duidelijkheid, beste vrienden, die heerlijkheid des Heren, dat is bepaald niet hetzelfde als wat je wel eens ergens leest en hoort bij bepaalde mensen die ervaren hebben dat ze op zeker moment op de rand van de dood zijn geweest. En ja, u kent die verhalen vast wel, hè? Dan hebben ze geweldige kleuren gezien en ze kunnen daar beeldend over verhalen. Prachtige muziek hebben ze gehoord en er waren veel vogels. En die zongen toch zo mooi. Ja, dat hebben ze ervaren. Maar de heerlijkheid des Heren, dat is toch iets heel anders. De heerlijkheid des Heren, die kan een kind van God toewenken te midden van de grootste moeite die hij hier op aarde moet doorstaan. En vergeleken met die heerlijkheid valt alle lijden en alle ellende totaal weg. Dat is ook de reden dat de martelaren op de brandstapel en in de vlammen, dat ze nog konden zingen. En daarom kon bijvoorbeeld, die is wat minder bekend, een Bernard van Clairvaux, en we praten dan over de middeleeuwen, een soort voorloper ook van de reformatie,
Daarom kon die man het ook uitroepen, mijn vervolgers en mijn verdrukkers, dat zijn de goudsmeden van mijn hemelse vader. Die moeten me louteren voor de hemelstad. Ik zou zeggen, gaat dat nou eens zelf bij uzelf na? Welke weg is voor u nou voordeliger? De weg van voorspoed of die van tegenspoed? Ik heb ooit in het ziekenhuis eens een man ontmoet, die moest veel pijn lijden. En die zei op zeker moment, dominee, ik heb hier in 10 dagen meer geleerd dan de laatste 10 jaar. En de psalmist die zingt er ook van, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Is de balans in uw leven door Gods genade ook finaal omgeslagen? Dat de tegenslag en de moeite, de ellende je juist naar de Here toedreef. Dat lijkt erg tegenstrijdig, maar dat is het echt niet. Ik las ergens bij een dominee, een van zijn preken, dat hij op zeker moment zei, hoe hoger het water van de zondvloed rees, hoe dichter de ark bij de hemel kwam. David, die is er met veel pijn en moeite achtergekomen dat hij beter kon verkeren in de grot van Adullam dan dat hij op het dak van zijn paleis kon gaan zitten kijken naar zijn blote buurvrouw. Genade, dat maakt het lijden tot de roede van Christus. En de Heere die laat in die roede altijd ook zijn liefde zien. Misschien dat u zegt, nou dat klinkt erg mooi, maar nee, daar weet ik verder niks van, zegt u, helemaal niks. Alleen, wat moet ik nou doen, zegt u? Dan moet u luisteren, luisteren naar het woord van God. En dan moet u vooral eerlijk luisteren. Niet alleen naar al die mooie, vertroostende, die prachtige gedeelten van de Bijbel, maar ook goed is luisteren naar die minder aangename gedeeltes die erin staan. Luisteren naar al Gods beloften. Dat wil zeggen ook naar die beloften die zeggen dat het de goddeloze kwalijk zal vergaan. En dan? Nou, als dan al je gerechtigheden weg zijn en je schuldig staat voor God, dan het ootmoedig aan de Heere vragen of hij je zaligmaker wil zijn. Want ja, zo eenvoudig is dan de weg, hè? Maar dan zult u vervolgens wel merken dat uw ellende en uw lijden toch echt niet weg zijn. Alleen ze zijn toch van karakter veranderd. Ik zou kunnen zeggen, dan zijn ze van kleur en van smaak veranderd. Hoe dan? Dwars door al dat lijden heen bewaart de Heer je, beproeft hij je, kastijdt hij je, oefent hij je. En dat gaat dan net zo lang door totdat je aan het einde van je leven kunt zeggen met dat hele bekende gedicht, daar moet veel strijd gestreden zijn en veel gebed gebeden zijn en veel kruis en leed geleden zijn, zo zal het hierna vrede zijn. Hierna. Dat wil zeggen als het eeuwigheid wordt, vrede. Eeuwige vrede. Ja, zult u zeggen, en hoe begint die eeuwige vrede dan? Nou, dan zal God alle tranen van je ogen afwissen. Amen.